of wij eens aan de slag wilden gaan met het merk Badr Hari. Ja, voor zeep en lotion en cosmetica dus eigenlijk. Dat was namelijk gedeponeerd door die Eif Geiraat, ja. Weet je wel, van de miljonairsfirma. Dus ja, dat zagen wij toch wel als een behoorlijke challenge. Maar toen zijn we er toch mee aan het mindmappen en aan het moodboarden geslagen. Met die combinatie zeep en Badr Hari. Dat bleek eigenlijk veel meer op te leveren dan we aanvankelijk hadden gedacht. Want zeep is glibberig, ongrijpbaar. Er zit vaak een luchtje aan. De vrouwtjes zijn er gek mee. Dus toen kwamen wij, ja, het is even een schetsje hoor, met Badr handzeep. Ook voor losse handjes. Ja. En het werd al gauw lekker badderen met badder. Prikt niet in de ogen. Nee, behalve als je hem kwaad maakt in de kroeg, dan prikt hij zijn hele vinger tot achter in je schedel. Want toen dachten we ook, je zou eigenlijk iets moeten doen met dat exotische van die Badr Hari. Je vraagt je toch af, is dat niet de zoon van Mata Hari? Ja, en dat hele Passer Malam-sfeertje, zeg maar, zou je kunnen uitbouwen. En toen hadden wij meteen één bepaalde vrouw in onze gedachten. Nee, niet komen wie zo. Nee. Is op zich wel een goed idee. Schrijf er wel even op. Die meid zit natuurlijk wel de helft van haar leven al in bad. Dus. Ja. Komen wie zo. Ja, wij wilden eigenlijk Estelle bellen. Want ja, die vrouw die heeft stijl, die heeft smaak. En ze heeft iets met het product. Ja, en bovendien is ze ideaal voor reclame. Want die vrouw kan liegen of het gedrukt staat. Dus we dachten aan de campagne Badr Hari. Ik gebruik hem zelf ook. Bam! In your face, weet je wel. Nou, dat hoop ik niet voor de. En de printcampagne zou dan zijn dat Estelle met de jongens in bad met de tekst zo in mijn sas met badderdas. Ja. Ja, ik had het idee, is dat niet ooit alles eerder gedaan? Jongens, dat is zo'n belletje. Normaal gesproken is dat natuurlijk geen enkel beletsel. Maar ja, je hebt als creative ook je ingekomen. Oh ja, joh? Wel, nee, joh, ik loer maar een weer, maar weten hun veel. Oh, wacht, die moet ik even nemen, want dat kan werk zijn. Leon, hoe is die? Leon de Winter. Oh, die heeft net een heel lekker stuk over Badr geschreven in de Elsevier. Ja, wij waren heel content met de content. Mannen, kom je erop, parel voor de samenleving. Ja, het past wel goed bij onze badder badparellijn. Nee, maar het goede is ook, je verwacht het niet van jou, weet je wel. Maar je bent nog niet betaald. Wat waanzinnig. Nee, maar dat geld komt zo gauw mogelijk jouw kant op. Doei, doei. 100% naamsbekendheid, spannende, een beetje lekkere foute vent. Dat moet toch te verkopen zijn? Kracht, dodelijk. Het gevoel van ik haal mijn grote broer erbij. Hij hoeft je maar aan te kijken en het loopt je dun door de broek. Grootsteen ontstopper. Badr Hari grootsteen ontstopper, dat is toch geniaal. Daarom hou ik dus van die man. Ja, morgen weer.